Voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging was vandaag de banenmarkt en de FASM. In samenwerking met het werkbedrijf en het UWV krijgen werkgevers de kans om in contact te komen met de werknemers. Opvallend was dat ondanks de grote vraag naar werknemers ook de opkomst van werkzoekenden aanzienlijk was. Volgens Marielle zou de grote opkomst kunnen komen door een bepaalde mismatch die er momenteel op de arbeidsmarkt is. Er zijn veel vacatures, vooral in techniek, ICT. En vanuit werkzoekenden is er vooral vraag naar werk richting administratie. En dat daarin dus weer wat minder vacatures zijn. Dus dat is best een puzzel. En naast dat administratie een aantrekkelijke branche is, geldt het volgens Marielle ook voor de zorg en de kinderopvang. Alleen worden de eisen in deze sectoren steeds hoger. En dit merken ze bij kinderopvangnannies ook. Het is gewoon een krapte, dat zie je gewoon op alle kinderdagverblijven. Iedereen heeft wachtlijsten, je komt gewoon mensen tekort, je zit eventueel ook met ziektes of wat dan ook. Maar de eisen worden wel strenger om in de kinderopvang te kunnen werken. Waardoor het gewoon niet meer voor iedereen is weggelegd om daar zomaar een baan in te krijgen. Maar deze eisen zijn er volgens Marielle niet voor niks. Ja, veiligheid voor alles. En we merken zelf ook, het is ook soms frustrerend, want er zijn genoeg werkzoekenden die richting de zorg willen, die graag als pedagogisch medewerker willen werken, maar eerst een opleiding moeten gaan doen van 2-3 jaar, fulltime, en daar ook niet altijd de tijd of de middelen voor hebben. Dus daarin maakt het lastig. Zo ook voor werkzoekende Mahmoud, die ook graag binnen het sociale werk zou willen werken. Mijn probleem is, dat is gewoon, ik heb wel ervaring, maar geen opleiding. Dat is mijn probleem. En 99% van alle banen zeg maar wel opleiding. MBO of HBO, dat zo. En daarom is het volgens Marijke van het werkbedrijf dan ook juist zo belangrijk dat de werkgever echt fysiek in contact komt met de werknemer. Zonder dat hiervoor enkel naar de brief of een cv wordt gekeken. Ik denk dat het voor hun belangrijk is dat ze gehoord worden, dat ze hun verhaal kunnen doen. En omdat wij denken dat er echt voor iedereen ergens een plekje is. En als wij die tussenpersoon kunnen zijn om net dat extra verhaal te kunnen vertellen, wat de achtergrond, dan kan dat ze helpen om die eerste stap te kunnen zetten.